gezien. Hallo allemaal. Het is vandaag zaterdag 9 september. In de ochtend nog, maar ik heb er al een hele ochtend op zitten. Want er is een lichte crisis aan de gang. Nee, je moet niet meteen zo negatief praten, Chantal. Er is een gedoetje aan de gang in dit huishouden op dit moment. Waar ik volop mee bezig ben. En waarvan ik op een gegeven moment dacht, nou, ten eerste, ik moet even pauze. Ik wil even zitten. Maar ook in het kader van volledige transparantie dacht ik, nou, ik pak de camera erbij. Want dit lijkt me typisch zoiets wat, waar de meeste mensen niet echt per se over praten. Al helemaal niet op YouTube, waar, nou ja, je toch wil doen alsof alles altijd leuk is. Hoewel, op dit kanaal hebben jullie me vaak genoeg zien zweten en zwoegen en vloeken. Dus ik denk dat jullie al wel wat gewend zijn. Maar nu is er iets aan de gang. Dat heb ik zelf jaren niet aan de hand gehad. Maar nu wel. En dat is... We hebben vlooien in huis. Goed. Laat ik even context geven. Ik heb natuurlijk veel huisdieren. 2 honden, 3 katten. Je zou zeggen, goh Chantal, dan weet je toch ook wel dat er bij kan horen. Ja, alleen heb ik dat jarenlang niet gehad. Op mijn vorige adres hadden wij... Nou, ik kan me niet eens heugen dat we ooit een vlooienplaag hadden of vlooien zagen bij de huisdieren. Misschien lag dat ook aan de locatie. Ik woonde toen in een dorp, wel in een dorp, maar gewoon in een woonwijk, rijtjeshuis. Ik kwam natuurlijk wel in de bossen met de honden en ze hadden ook af en toe wel eens een teek, maar die haalde ik dan gewoon altijd weg. We hadden eigenlijk weinig last van ongediertjes. en dat, daardoor gaf ik de huisdieren eigenlijk ook nooit vlooiendruppels. Ook niet preventief, want we kregen ze gewoon nooit. En op een gegeven moment dacht ik van ja, waarom zou ik ze elke keer toch een beetje gif geven als we ze nooit hebben. Dus eigenlijk met die mindset ben ik in dit dorp terechtgekomen. En in het eerste jaar hebben we er ook helemaal geen last van gehad. Nu was vorige zomer wel... Toen zaten we nog met allemaal oude huisdieren. We hadden Doka en Wurre en Raafje en Koes. Die waren allemaal wat meer aan huis gebonden. En ook met de hondjes kwam ik wel in het bos. En ze hadden af en toe een teken, maar die haalde ik dan gewoon weg. En daarmee leek het gewoon te kunnen. Tot nu. Nu is de situatie misschien iets anders. We hebben meer jonge beesten in huis. En Loki is erbij gekomen. En Zora en Oete. En Koes en Doka zijn natuurlijk afgevallen. Dus daarmee is ook de... Hoe kan ik het zeggen? Ja, hoe kom je aan vlooien? Ik weet niet of ze nou gewoon hier in de natuur zitten. Of dat komt dat met andere honden misschien binnen is gekomen. Maar goed, Loki, de kat, komt natuurlijk wel veel meer buiten. En in schuurtjes. En vangt muizen. Ja, dat zou kunnen. En Oete, die daar nou ligt te slapen. Die ruist sowieso overal doorheen. Dus ik had het misschien kunnen verwachten. Maar dat heb ik niet gedaan. Dit overvalt me een beetje. Afgelopen donderdag, eergisteren, toen dacht ik opeens... even voor de context, mijn man is de afgelopen week in het buitenland geweest. Die komt vanavond weer terug. Ik heb met mijn werk mijn nieuwe baantje, daar ga ik straks meer over vertellen. Maar daar heb ik inwerkdagen gehad. En ik heb een gesprek gehad op het UWV. Ik heb het contract getekend. Donderdag voelde een beetje als, nou heb ik al mijn belangrijke dingen gedaan. Nou begint mijn weekend. En toen dacht ik,
Ik ga raafje knippen, dat vacht knippen. Dat wordt hoog tijd, want Raafje is een beetje het stinkertje van de twee. Het is al een oude hond, die laat zich niet meer zo makkelijk de les lezen. En ze is natuurlijk ook wel een beetje eigenwijs geworden. En hier is veel meer gelegenheid, vooral met het bedrijf hierachter, dat ze in allerlei verdachte dingen kan rollen. Er wordt natuurlijk gemest en goed. Raafje die heeft eigenlijk wel iets meer onderhoud nodig sinds we hier wonen. Maar dat is er nog niet helemaal ingesleten. Dus haar vacht is krult een beetje. Dus dat voelde. Ik had het idee van dat wordt misschien een beetje warm. Het is nu best wel warm buiten. En ze krijgt ook wel wat klitten zo in haar baard. Want ze snuffelt natuurlijk overal doorheen. Dus ik dacht ik ga Raafje knippen. Raafje heeft een verschrikkelijke hekel om geknipt te worden. Of alles wat je ook maar met haar vacht doet, behalve lekker kriebelen. De vacht plukken of met een tondeuze, daar wordt ze gewoon gillend paniek, krijgt ze daarvan. Dus de enige manier waarop ik haar vacht kan handhaven is met een kapperschaar gewoon heel rustig met de hand gewoon maar knippen. Ik stel dat vaak zelf ook wel een beetje uit, omdat ik weet dat ze het niet zo leuk vindt. En daardoor vind ik het ook niet leuk. Maar goed, donderdag dacht ik ga beginnen. En ik was buiten op het grasveld bezig, want het was warm in huis hier, benauwd. En ik dacht, ik ga lekker buiten op het gras in de schaduw zitten. Dat was al... Daar zitten ook muggen. Ik word enorm gestoken door de muggen. Vooral deze zomer met zonregen. Daar zitten echt ontzettend veel muggen. Maar als je een hondje ook gaat knippen, de vacht gaat knippen, dan komen allemaal van die kleine haartjes vrij natuurlijk. Alles, je zweet een beetje, alles jeukt. Dus het is... maar goed, op een gegeven moment kwam ik dus bij de buik. En... toen zag ik twee vlooien lopen. En toen dacht ik al, dit is niet goed. Daardoor kreeg ik zelf alleen maar meer jeuk, zeg maar. Dus ik heb haar verder afgeknipt. Ik heb haar meteen onder de douche gedaan. Heel goed ingezeept en even laten intrekken en heel goed afspoelen. En ik dacht, doe ik Oete ook meteen. Oete was nog nooit in bad geweest. Die is pas 4 maanden, dus dit was haar eerste keer onder de douche. Dat vond ze ook niet meteen per se een prettige ervaring, maar Oete gewassen, heel goed ingemasseerd en goed afgespoeld. Ik denk, dat is alles wat ik nu voor vanavond kan doen. Ik heb wel hun bedjes meteen buiten gegooid en dekentjes buiten gegooid, omdat ik dacht, En ik ben gaan stofzuigen. De volgende dag ben ik naar de dierenarts gegaan en heb ik vlooiendruppels gehaald voor iedereen. Dus voor de honden en voor de katten. Ik had al hun gewichten opgenomen en... Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van die reguliere vlooienmiddelen. Maar ik dacht, als er in dit huis een plaag uitbreekt, eer ik dat onder controle heb, dat wil ik niet meemaken. Dus ik heb alle beesten vlooidruppels gegeven en ik ben begonnen met de grote poets, voor zover dat... gaat. Dus wasmachines aan en dingen buiten uitkloppen en eindeloos stofzuigen, alles afzuigen, bedden goed eraf. Het probleem was dat ik ook Oete en Zora uit elkaar moest houden. Zora is een kat, Oete is een hond. De vlooidruppels voor een hond mag je nooit aan een kat geven. Die zijn echt heel giftig voor een kat. Daar kunnen ze echt aan overlijden. Ik heb verhalen gehoord van mensen
die hun kat op die manier hebben verloren of maar ter nauwe nood in leven hebben gehouden. Dus hondenvlooiendruppels zijn echt niet voor katten. Maar Ute en Zora, die spelen heel erg veel samen. Dus ik dacht, ja, als ik zeg maar over elkaar heen gaan rollenbollen en Ute heeft vlooidruppels op haar schouders en Zora krijgt dat op een of andere manier in haar vacht, ja, dat kan niet. Dus Zora, de kat, die zit nou in de hal en in de slaapkamer en in de keuken. Daar kunnen de twee deuren dicht. Vindt ze niet leuk, dus die zit de hele tijd te protesteren. En ondertussen ben ik maar aan het poetsen. En ik heb zelf ook vlooienbeten opgelopen op mijn bovenbeen. Die herken je aan het feit dat er een paar heel dicht bij elkaar zitten als een soort spoor. Alsof zo'n vloo over je huid loopt en denkt, oké, hier hap ik even en dan daar hap ik even en daar hap ik even. Ik heb ook het idee dat ze op mijn enkels zitten. Ik heb geen enkele vloo verder gezien. Ik denk dat ik die heb opgelopen toen ik Raafje aan het knippen was. Maar ze jeuken verschrikkelijk. Naast de muggenbulten jeukt alles. En ik ben dus alleen maar aan het poetsen. Ik krijg een beetje last van allergie. Ik voel me kloten. Echt, het is... Alsof je persoonlijk wordt aangevallen, zeg maar. De muggen, de vlooien, de beesten die niet mee willen werken. Eindeloos veel poetsen en zuigen en maar hopen dat het goed gaat. En dat ik het onder controle hou. Het is, crisis. Het voelt wel een beetje als crisis. En ook wel als mijn verdiende loon. Of ik had beter moeten weten, want... ik ben opgegroeid in dit huis met heel veel huisdieren. Mijn ouders hadden ook altijd heel veel katten. Ik heb als kind altijd, er waren altijd wel, ik wil niet zeggen altijd, kom op, natuurlijk niet. Maar er waren periodes dat daar ook toen vlooien waren. En ik had misschien beter moeten weten. En meer preventief moeten denken. Dit is mijn lesje. Ik heb wel, als ik vanaf nu preventief wil werken, wil ik dat eigenlijk niet met de gewone vlooidruppels doen. Er bestaat ook een natuurlijker alternatief. Ik heb dat alleen nooit gebruikt. Dit is een spray. En wat je me nu ziet doen, dat zou je nooit met vlooienmiddel doen. Dit, dat kan gewoon. Want het zijn voornamelijk etherische oliën. Je hebt het ook als druppeltjes. En dit lijkt me echt wel iets wat helpt bij preventie. Ik weet het niet zeker. Dus als er mensen zijn die dit gebruiken. Ik hoor het graag van jullie. Die natuurlijke, meer etherische oliën aanpak. Maar ik geloof niet dat het echt helpt bij de bestrijding. Dus vandaar dat ik nu nog heb gekozen voor die reguliere druppeltjes. Maar dat ik het vanaf nu, of in ieder geval in de zomerperiode, want deze werken nog 3 maanden en dan zijn we er een beetje, en dan zitten we meer in de winter. Maar tegen de tijd dat het mooie weer begint, ben ik van plan om dit te gaan gebruiken. En wat hierin zit is water, lavendel, ik denk gewoon etherische olie denk ik, hè? Lavendel, pelargonium, dat is geranium geloof ik, roze geranium, munt, neemolie. En neem is vaak ook wat je als alternatief kan gebruiken als kinderen luizen hebben bijvoorbeeld. De meeste moeders weten dat wel. Eucalyptus zit erin, citrus, citroen, rozemarijn, oregano, kokos, olijf, vitamine E... ricinusolie, dat is wonderolie, xanthaangum en jojoba. Dus het zijn allemaal natuurlijke middelen die je op je hond en je kat kan spuiten als ze dat fijn vinden. De meeste katten houden niet van spuiten trouwens, maar je hebt het dus ook in druppeltjes en je hebt het als een soort van omgevings,
spray. Je kunt ze meteen aanraken. Het kan ook voor kittens en pups. Maar of het werkt, weet ik niet. Maar ik heb dit al wel op mijn netvlies staan. En het ruikt lekker. Ik bedoel, er zit... Ja, nou ja, goed. Ik weet het niet. Dus ik hoor het graag als jullie het weten. Maar goed, vanmorgen, ik ben al meteen weer allemaal wassen aan het draaien. Dus de hondenmandjes en de poezenmandjes en alle losse dekentjes en kleine tapijtjes. En ik ben eindeloos de bank aan het afzuigen en de vloerkleden die er liggen en alles nat af aan het nemen. Maar, oh, dat is eigenlijk meer een dieptereiniging poets die ik nu doe. Meer dan me lief is. Ik hou heel erg van mijn huisdieren, maar dit is wat minder. En het jeukt. Alles jeukt. Hoe meer ik over vlooien praat, of over muggen, of over haartjes, hoe meer alles begint te jeuken. Dus, Oké. Wens me succes. Dit, hier heb ik echt succes bij nodig. En dat het niet uitmondt in een plaag die alleen maar door blijft gaan. Maar we gaan het zien. Ik doe in ieder geval mijn best om het... Ik zie jullie de volgende keer weer. Mensen, ik ben letterlijk net terug van het dorp, want ik heb de foto's die mijn moeder uit mijn moeders toestel. Ik heb ze nog niet gekeken. Ik kan haast niet wachten. Ik heb helemaal niet op de camera setting gelet of niks. Ik wil gewoon heel snel dit openmaken. Het zijn er niet veel, want ik hoefde echt maar amper €4,50 af te rekenen. Dus het is niet een heel rolletje. Nou, dit zijn ze. Negatieven zitten erbij. Drie foto's. Digitaal. Oh... ze zijn een beetje vreemd afgedrukt. Dus ik moet even bij de negatieve kijken. Volgens mij met een zwarte balk in het midden. Dus volgens mij moeten ze beter afgedrukt kunnen worden. Maar ik zie mijn neefjes. Mijn oudste neefje ziet eruit als een kindje van 5 ongeveer. 6 misschien. Bij de vijver aan het spelen, oudste neefje, en die is nu 27. Dus daaruit kan ik opmaken dat dit ongeveer dik 20 jaar geleden is in ieder geval. Maar deze foto, daar sta ik op met mijn man en toen nog mijn vriendje. Dat ik zijn haar aan het knippen ben. Oh, wat ziet de tuin er anders uit. Dit is mijn moeder heeft echt nog foto's gemaakt van gelukkige alledaagse dingetjes. Dit zijn toch momenten die zij wilde vastleggen. Kindjes spelend in de tuin. Maar er zijn er meer. Als ik naar de negatieve kijk.
Ik zie meer dingen op de negatieve. Misschien heeft het apparaat het niet als foto herkend. Of zijn ze gewoon te slecht te zien? Ja. Ik weet niet hoe herkenbaar ze zijn, maar... Ik weet dat er appjes zijn. En dan moet je hem voor een fel scherm houden. En dan kan je dan een foto maken van een negatief. En die maakt er dan een... Die zet het dan om naar een positief. Daar ga ik eens opzoeken. Want volgens mij... Volgens mij zit er meer in. Maar... deze foto ben ik al heel blij mee. Toevallig heb ik ook net gisteren het haar van mijn man weer geknipt. Ja. Wauw. Oké, even bijkomen. Dan ga ik verder kletsen. Ja. Ik ben toch even in een andere kamer gaan zitten. Want volgens mij heb ik hier iets beter licht dan in de serre. Wat ik nog even wilde vertellen is de andere twee rolletjes. Die ook afgedrukt worden. Zijn. Al misschien. Die heb ik niet naar dezelfde drogisterij gebracht als het eerste rolletje. Want daar duurde het gewoon veel te lang. En ik had toch het gevoel van, misschien kan ik het toch beter naar een echte fotozaak brengen. Dus dat heb ik met die andere rolletjes gedaan. Die fotozaak is in de stad, in Eindhoven. Ik kom niet zo vaak in Eindhoven. Dus misschien volgende week of de week erop dat ik kan laten zien wat daarop heeft gestaan. Ik heb nu de smaak te pakken. Ik wil elke week wel zo'n oud rolletje terugzien en kijken wat erop staat. Maar goed, dat komt nog. En wat ik ook nog wilde vertellen gaat over mijn werk. Want de vorige week, vorige vlog, vertelde ik over dat ik een baantje had gevonden. Nou, er waren best wel wat mensen die nieuwsgierig waren wat dat dan was. En ik kreeg meteen het gevoel van, dat moet ik een beetje downplayen. Want het lijkt erop alsof het, zeg maar, mijn nieuwe toekomstige grote baan is wat ik vanaf nu ga doen. Dat is niet zo. Ik zie het echt wel als een tijdelijk baantje. Ik vind het nu vooral heel erg fijn dat het in de buurt is en dat het parttime is en dat het in dagdelen is. Dus ik heb meerdere dagdelen per week dat ik daar werk. Nooit een hele dag. En dat is fijn, want dan hoef ik geen oppas voor de hondjes te regelen. En dat maakt voor mij mijn leven een stuk praktischer en makkelijker. Ik heb een contract van 7 maanden. En op dit moment, ik werk er natuurlijk nog maar net. Maar ik weet niet of ik het na die 7 maanden nog ga verlengen. Of dat ik gewoon de tijd neem in de tussentijd om iets anders te zoeken wat misschien toch iets dichter bij mij ligt. Maar dat moeten we nog even zien. Voor nu in ieder geval, ik heb het gesprek gehad. Mijn allereerste gesprek met het UWV. Omdat ik nu in de WW zit. En ik krijg WW voor mijn vorige baan. Dat was ook een parttime baan. Nou, met deze baan heb ik die uren gedekt. Dus op dit moment heb ik geen sollicitatieplicht meer. En dat vind ik al ontzettend fijn. Dus dat geeft mij al veel meer rust. En we zijn bezig. We gaan nu een plan opzetten van in welke tijdspannen ik me ga verdiepen in zelfstandig ondernemingschap. En daar trainingen voor ga volgen. Starten met mijn studie. Want ook over de studie heb ik nog niks verteld. Maar laat ik eerst over het baantje vertellen. Want wat ik nu doe. Ik zit nog in een soort interne training. Hè? Dus ik leer het al doende terwijl ik aan het werk ben. En ook terwijl ik thuis aan het oefenen ben en aan het studeren ben daarvoor. Maar op dit moment werk ik als personal coach bij een studio voor vrouwen die graag iets beter in hun vel willen zitten en een paar kilo's af willen vallen. Dus op dit moment ben ik allerlei specifieke grondbewegingen. Ze noemden het bewegingstherapie, grondoefeningen aan het
mijn hoofd aan het stampen. En in mijn lijf, want ik probeer ze ook echt zo goed mogelijk uit te voeren. Die vrouwen dan daar ter plekke kunnen doen in een soort van warmtecabines. En er zijn ook allerlei andere behandelingen met massage en met... volgens mij vet bevriezen, dat moet ik allemaal nog krijgen, hoe dat werkt. Maar ja, dat. Echt iets compleet anders. Wel leuk. Hele leuke vrouwen die daar klant zijn. En ja, ik denk dat het voorlopig wel... Ja, we gaan het zien. Ik ben nog maar net begonnen. Maar voorlopig is dit in ieder geval iets wat oké is. En het contract is 7 maanden. En dan zien we daarna wel of ik nog verder ga of niet. Mijn studie die ik wil gaan doen, ik ga me denk ik vandaag inschrijven. Gisteren ben ik nog bij iemand geweest die studie vorig jaar is begonnen. Om iets meer achtergrondinformatie te krijgen of een beeld te krijgen van wat het in de praktijk kan inhouden. Maar wat ik wil gaan doen is een 3-jarige opleiding voetreflexologie. En dat klinkt misschien ook in eerste instantie dat je denkt, hè, dat is ook iets compleet anders. Ja, dat klopt. Maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in voeten. Op de een of andere manier. Ik vind voeten leuk. En misschien dat ook wel de reden is waarom ik zoveel sokken brei. Want dat heeft ook met voeten te maken. Zelf heb ik 5 jaar geleden, 6 jaar, 5 jaar, ben ik zelf overgestapt op blote voeten schoenen. Dus dat betekent dat ik altijd schoenen draag die een hele dunne zool hebben, platte zool, dus niks met een hakje, die heel flexibel zijn. Eigenlijk schoenen die zoveel mogelijk... het gevoel van op blote voeten lopen benaderen. Natuurlijk wel in de winter warmer. En dat het er een beetje uitziet als gewone schoenen. Maar ik hou heel erg van op blote voeten lopen. Dat heb ik altijd al van kind af aan gedaan. En ik heb vrij lange, smalle voeten. Maar ook vrij plat, laag op de grond. En sinds ik op blote voeten schoenen loop... is mijn, de holte van je voet, zeg maar, je wreef is een beetje omhoog gekomen. En mijn voeten zijn veel sterker geworden. Daar heb ik echt bewust aan gewerkt. En ik vind dat interessant. En ook, ik ben natuurlijk keramist. Ik wil heel graag iets doen. Ik heb heel goed gevoel in mijn handen en in mijn vingers. En ik vind het fijn om te masseren en te kneden. Hele lichamen masseren zou ik in principe ook wel willen leren. Alleen ik vermoed dat dat ook voor jezelf fysiek zwaarder is of wordt als je zelf ook ouder wordt. Maar voeten masseren, daar heb ik een goed gevoel bij. Dus ik ga aan die opleiding beginnen. En die is 1 dag in de week. Nee, hij is 1 keer in de 2 weken, maar je hebt zeg maar 1 dag in de week studiebelasting. En 1 keer in de 2 weken dat je ter plekke komt om te studeren en te oefenen. Dus dat is het. Dat is waar ik mee bezig ben. Dus het gaat veel meer de hoek op van ook een beetje gezondheid en welzijn. In plaats van alleen maar de creatieve sector. Maar goed, ja. Wie weet, daar ga ik vast... in volgende filmpjes nog wel wat meer over vertellen. Wat ik ook kwijt wilde, voordat ik afsluit, want daar was ik natuurlijk mee begonnen. Maar ontzettend veel gepoetst hier in huis, maar het lijkt erop dat we geen vlooien meer hebben. Dat wil ik even officieel gezegd en gedocumenteerd hebben. We hebben geen vlooien meer. Dus voordat ik een slechte reputatie krijg. dit was het voor deze week. Ik zie jullie heel graag... volgende week weer terug met nieuwe avonturen. Zie je dan. Tot ziens. Dag.